Frikkie de Preese regspan probeer om die niet aangestelde paroolraad se beslissing dat hij in aanhouding moet blijven terzijde gesteld te krijgen. Hulle voer aan die video van de Preese en Christophe Becker is in die tronk geneem terwijl hulle in aanhouding was en omdat correctieve diensten hulle nooit disciplinair aangeklaaid nie, kan die paroolraad niet een bevinding daarover maak nie. De Preese erken dat hij in die video verskyn, maar sê dit was niet hij wat dit uitgelek het nie. De Preese regspan voer aan, hy het Becker gevra om die video van die selfoon te wis en Becker het aan de Preese bevestig dat hij dit wel gedoen het. Die regspan wat namens die minister van Justitie en Correctieve Diensten in die paroolraad optree, sê echter de Preese het steeds een vonnis uitgedien nadat hij op parool vrygelaat is. Daarom kon die paroolraad die besluit neem om zijn parool tijdelijk op te skort. Advokaat Maruma Morane vir Correctieve Diensten sê de Preese het niet aangemeld dat daar een selfoon in die tronk was nie en dit dui op zwak gedrag. Hy sê as die aanvankelijke paroolraad geweet het van hulle oortredings in die tronk, sou hulle nie vir parool in aanmerking gekom het nie. Die rechter het uitspraak voorbou en gesê die uitspraak het implikaties vir die interpretatie van wetgeving en hy gaan tyd nodig hê om 'n besluit te neem. I propose not to rush this judgment so that at least I should have reflected carefully on the judgment that I am going to give later. It might also contribute towards assisting the correctional service as to how to deal with matters of this nature where the transgression is discovered subsequent to the release of a person. And if the act does not cover those incidents, then at least there should be guidance as to how to deal with that. Becker bring aanstaande maand 'n tweede aansoek om uit die tronk vrygelaat te word. Gerard Pretorius, ENIS, Pretoria.